Het is bijna kerstmis en dat betekent natuurlijk dat er heel veel kerstfeestjes zijn. En ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik mij klaarmaak voor het kerstfeestje van mijn werk. Dus kijk mee. Ik begin met het lakken van mijn nagels en daarvoor begin ik met de kleur Burgundy Red van de Body Shop. Ik gebruik maar één laagje, want hij is echt super dekkend, dus dat is makkelijk. Dan is hij ook lekker snel droog. Daaroverheen doe ik een laagje van de Nail Sequence Gold, ook van de Body Shop. En dit zijn van die vrolijke gouden glitters. Ik breng ze deppend aan, zodat ze extra dekkend zijn. Even topcoat eroverheen en klaar zijn je feestelijke nageltjes. Daarna duik ik nog even onder de douche en ik twijfelde nog of ik de Frosted Plum serie zou gebruiken, maar ik gebruik toch de Glazed Apple, want dat is mijn favoriet. Dan is het natuurlijk tijd voor make-up. Ik doe eerst even wat lippenbalsem van de Frosted Plum serie op mijn lippen en dat laat ik even intrekken. Nou, ik heb dus al make-up op, maar ik ga dus mijn look omtoveren van day to night. Ik doe eerst even wat oogschaduwbasis op en daarna gebruik ik de lichtpaarse kleur uit het Grooving Gold oogschaduwpalet. Die breng ik aan met een platte kwast over het hele bewegende ooglid. Daarna gebruik ik een medium bruine kleur voor in de arcadeboog en die breng ik aan met een luchtige kwast, zodat ik een beetje wat meer diepte krijg. Daarna gebruik ik de donkerpaarse kleur uit het palet even aftikken, heel erg belangrijk, en die breng ik dan aan in de buitenste ooghoek. Dan pak ik nog even het platte kwastje van net en die dip ik in de donkerpaarse kleur. En die breng ik aan langs de onderste wimperrand. Ik heb nog foundation op, maar ik breng nog wel even wat concealer onder mijn ogen aan, want die is een beetje vervaagd. Als dat erop zit, gebruik ik de All-in-One Face Base. En dat is eigenlijk een soort poederfoundation, maar hij is ook heel erg handig om je make-up mee op te frissen. En ik breng hem gewoon over mijn hele gezicht aan met een platte kwast. Ik dep hem ook. En op die manier krijg ik weer een beetje extra dekking en ziet mijn huid er weer helemaal mooi en gaal uit. Nou, voor nog extra diepte in mijn gezicht gebruik ik nog even wat bronzer. Daarmee breng ik gewoon net even wat meer vorm en schaduw aan. En daarna natuurlijk mijn favoriete blush. Die is al bijna op, maar ja, ik gebruik hem zo vaak. Het is natuurlijk kerst, dus daar horen glitters bij. Ik gebruik de glitter eyeliner van de Body Shop uit de kerstcollectie. Die breng ik aan op de rug van mijn hand. En vervolgens breng ik hem deppend aan op het bewegende ooglid. Voor nog wat extra glitter zonder dat het te veel wordt. Gewoon heel subtiel. Nog even wat mascara en mijn ogen zijn klaar. Daarna gebruik ik nog wat van een vitamine E face mist van de Body Shop en die zorgt ervoor dat mijn make-up helemaal mooi samensmelt en het ook nog eens wat beter blijft zitten. Dus perfect voor een feestje. Je kunt natuurlijk rode lipstick gebruiken voor een kerstfeestje, maar ik hou meer van koraal. Dus ik gebruik een koraalroze lipstick waar een beetje gouden shimmer in zit. Tja, en dan moet ik natuurlijk ook nog wat met mijn haar doen. Ik ben niet zo'n held met haar, maar ik heb altijd één vast kapsel wat ik heel vaak bij feestjes gebruik. En dat ga ik jullie nu laten zien. Ik pak het plukken boven op het hoofd en die ga ik toperen. En het hangt een beetje van je gezichtsvorm af hoe laag je moet gaan. Maar je kunt het zelf wel een beetje zien wat flatteert voor jouw gezichtsvorm. Nou, die ga ik dus allemaal toperen. Je kunt het met een kam doen. Ik gebruik een toupeerborst, want dat vind ik het makkelijkste werken. Het ziet er nu echt uit alsof je een vogelnest op je hoofd hebt. Maar geloof me, het gaat er straks heel erg mooi uitzien. Als ik dat heb gedaan, pak ik ze bij elkaar, maak ik het een beetje glad en zet ik het vast met een clipje achter op mijn hoofd. Dit is nog niet de uiteindelijke plek, maar dit is eventjes voor nu, zodat het op zijn plek blijft zitten. Nou, vervolgens pak ik mijn krultang erbij en ga ik gewoon de onderste plukken die nu nog los zitten, ga ik allemaal krullen. Het hoeft niet netjes, het is gewoon net even dat er wat slag in zit. Ik ben geen held met een krultang, maar dit is eigenlijk gewoon hartstikke makkelijk. Als ik alles heb gedaan, laat ik het even afkoelen. En als het helemaal afgekoeld is, ga ik het doorkammen met mijn handen. Dan is het tijd om het getoupeerde deel los te maken. En ik ga het nu gewoon nog even wat netter maken. Ik pak er misschien nog een paar plukjes bij. En ik ga het dus nu helemaal goed doen. Ik zet het nu op de achterkant vast met een paar schuifspeldjes. En gebruik er zoveel als je nodig hebt. Want dit moet natuurlijk wel gewoon even goed vastzitten. Vervolgens maak ik het nog even glad met mijn toupeerborstel. En dan zit het helemaal op zijn plek. Ik fixeer de bol nog even met haarlak. En voor een feestelijke touch spuit ik er nog wat glitter in. Het is heel subtiel. Dan gebruik ik nog een beetje serum. En dat doe ik nog even in de puntjes van het haar. Zodat het wat minder pluizig is en net nog even wat mooier gaat glanzen. Nog wat haarlak erbij en klaar is mijn kapsel. Tada, omgekleed. Ik pak nog eventjes mijn tasje in en ik neem wat essentials mee. Natuurlijk mijn OV-chipkaart, mijn pinpas, je weet maar nooit. En een pakje zakdoekjes, want je weet maar nooit wanneer dat van pas komt. Dan neem ik natuurlijk nog mijn lipstick mee. Lippenbalsem, zeker belangrijk in deze tijd van het jaar. Nog wat contant geld. En pleisters voor als ik pijn krijg in mijn voeten. Dat gebeurt zo vaak. Oh, en natuurlijk mijn telefoon. Ik doe nog even mijn oorbellen in en dan is mijn hele outfit klaar. Ik kan trouwens heel slecht op hakken lopen, dus vandaar dat ik het mezelf makkelijk maak en gewoon platte schoenen draag. Als finishing touch gebruik ik nog wat van de Frosted Plum Shimmer Mist. En deze geeft een hele lekkere geur, maar geeft ook nog een hele subtiele glitter. En dit is de hele look. Ik ben klaar voor het feestje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!